We gaan het nu hebben over de kiwano, een vrucht die zijn oorsprong heeft in Zuid-Afrika, maar merendeels geteeld wordt in Marokko, Portugal en Nieuw-Zeeland. Het is een aparte vrucht, je ziet hem niet zoveel in de winkel met zijn stekels. Eigen smaak, die lijkt op een combinatie van banaan met komkommer. Je kunt hem, als je hem opensnijdt en leeglepelt, gebruiken als cocktailglas en daarmee een lekkere cocktail maken. Ik zal er eentje opensnijden. Laten zien hoe mooi die eigenlijk is. Je ziet de structuur. Prachtige vrucht. Met veel uitdagingen.